Op donderdag 14 januari vond er een wijkgesprek plaats Nieuwe Stijl voor de inwoners van Tiel-West. Naar aanleiding van het gesprek over de nieuwe rol van gemeente en inwoners en de invulling van de traditionele schouwen is dit keer voor het eerst gekozen voor een themabijeenkomst. We zijn hier vanavond in Tiel-West in het gebouw van Dynamiek. En daar houden we ons wijkgesprek met de mensen uit Tiel-West. En dan zie je dus bewoners en organisaties tezamen. En in dat wijkgesprek gaan we een aantal dingen doen. Eerste half uur lopen we eigenlijk altijd de vragen van de mensen langs. Klachten, paaltjes die er niet zijn, lampen die het niet doen, waar gesnoerd moet worden. Nou, dat lopen we met elkaar even langs. En vervolgens gaan we naar dat gedeelte, en dat is het tweede gedeelte. Dat is het hoofdgedeelte. Dan gaan we met elkaar praten over een thema die samen met de bewoners is uitgezocht. Vanavond ging het over gezondheid in Tiel-West. En daar werden een aantal thema's besproken. Van wat valt er dan op in Tiel-West? Nou, er werden vier dingen door vanuit de GGD aangereikt. Overgewicht, eenzaamheid, te weinig bewegen. Nou, en vervolgens zijn we erover gaan praten van herkent u dat? Nou, de bewoners zeiden ja, dat herkennen we. Maar dat missen we nog. En toen werden er nog drie dingen toegevoegd waarbij opviel veiligheid. En men zei, we voelen ons ongezonder als we ons niet veilig voelen. Dus die hebben we ook op het lijstje gezet. En vervolgens kwam dan de vraag met de bewoners. En hoe gaan we daar nou met z'n allen mee verder? Wat gaan we dan aan de geconstateerde prioriteiten doen? Daar is met elkaar over gesproken en er zijn afspraken over gemaakt. Nou, die afspraken worden meegenomen door de GGD en de gemeente en verwerkt. En vervolgens komen we later hier weer terug om verder te gaan over en wat kunnen we dan als bewoners doen om zaken zoals overgewicht bespreekbaar te maken in de wijk. En dat is ook de bedoeling van een wijkgesprek. Op een andere manier met elkaar in gesprek zijn met de gemeente. En echt in beeld brengen, wat leeft er nou bij het thema gezondheid bij de bewoners? Vanavond hebben we met een aantal mensen afgesproken dat we binnenkort met elkaar om tafel gaan om te kijken van, hey, de ideeën en de thema's die we vanavond hier gekozen hebben, hoe kunnen we die uitwerken? Maar ook, hoe kunnen we anderen die hier vanavond niet waren, hoe kunnen we die er ook bij betrekken?